De minister van Onderwijs die zegt tegen ons dat zij met de minister van Financiën heeft afgesproken dat de TWK 17% sinds vrijdag zou worden uitgekeerd, zou worden betaald. We hebben onderhandeld met de minister en we hebben afgesproken, de minister heeft gevraagd tot afgelopen maandag. Wij hebben uit onszelf gezegd van minister, ga naar woensdag. En tot en met dit moment is dat geld niet gestort op de rekening van de tappers. Het is al geregeld, toch? Ja. Nou, het is pas geregeld alsof het een rekening is. En we willen graag van u horen dat het geld gestort is op de rekening van de minister. Ik weet niet, ik moet de minister vragen. Ja, oké. Oké, minister, dat heeft zo een hele probleem daar. Ik zei al mijn kon, ja. En jullie zijn hier. En ik heb begrepen dat het gaat over die 17%. Die WK dat jullie moeten krijgen. En ik ga de minister zo meteen bellen. Dan kom ik direct bij jullie terug. Laat me horen hoe die zaken zitten. Ja, maar want dat kwam zo zomaar. Oké, dank u wel. We geven de VP even de ruimte. We hebben zo lang gewacht. Dus we kunnen nog even 50 minuten wachten. Ja? Zo, meneer Blanker. Zo mensen, ik heb al gebeld door met de minister. En u moet weten dat de minister van Onderwijs altijd haar best doet. Ze heeft voor alles gedaan. Hier goedgekeurd in de raad. En vervolgens is al reçu opgemaakt, naar de Centraal Betaaldienst gestuurd en die moet het verwerken. En dat is gisteren is het van de Centraal Betaaldienst naar de Centrale Bank gegaan en de minister van Financiën heeft me gezegd, de Centrale Bank heeft die opdracht al gehad om te betalen, 12 miljoen, gaat het over 12 miljoen en als het niet vandaag gestort wordt, dan is het morgen. Ja, dus mensen nog even geduld. Als dat nog vergiet hij, ammonie pijn. Ja? Dus als het niet vandaag gestort wordt, maar belangrijk, het gaat niet meer dan hele week duren. Het is al in proces. En als het, op het moment dat het al bij Centrale Bank is, is het een kwestie van een paar dagen. Ja? En ik denk dat als het goed is, vandaag zou het morgen op de rekening gestort kunnen worden. Ja? En ik vraag aan ieder, beleefd is jullie recht natuurlijk. Ik wonder dat allemaal sabi. En tegen een kiezen is dat je wanneer extra dat hij, ja, zodat hij kan overleven. Maar ik wil toch een beroep doen op u. Commando. Ja, maar zo, commando. Dan wil ik de bal met vrede. Daarom heb ik de manier van ontvangen, want dat is niet. Daarom heb ik zo lang geduurd dat ik op dat poeil, ik heb me weer aan de baan die nog komt. Maar met mijn materiaal is er geen probleem. Ik vertrouw u. En dat we doen als regering willen een beroep op jullie doen om het werk te hervatten. Het komt goed. Ik ga me niet nog bij autoriseren, dan ben ik dat hier in de Sabi. Maar nu, als status als president die nu, ik kan verzekeren dat ik ammonie heb bij wel. Ja? Dan ben ik aan het spreken. Meneer Blanker. Het is een lang voor je, hè? Je is de man van Afrika. Je ziet dat hij van Afrika is. Maar goed, madame Boeman, dit jaar zo. En ik ben nog van AIVD in personeel. En tegen de leider van Wansani, ik kom op die. Dit is mijn samus, kom op die. En dat is goed. Maar laten we ook rekening houden met de situatie in het land. Maar in ieder geval, ik ben blij dat het zover is dat het een proces is en dat het niet meer lang gaat duren. Ja, meneer Blanker, meneer Giva Anu en meneer Assenhalle Spreki. Ik heb het niet van u, dat ik en meer top niet bakken. Vanmiddag kan ik weer checken, morgenochtend vroeg kan ik ook weer checken of het gestort is. Ja? Met Napozi. Thank you. Esther, ik ben ook een taal van euro. VP, aan de dag moet je vertrouwen. Maar Yusrefi, ben de was op commando. Ik ben de was echt door je. Ja, oké. Dus ik zei dat je kan de 10 commando, maar je achterban hebben een bepaald sepsa. Zeker. En achterban
No, achterban van ons ministerie dat hier AVP, maar ben zo druk nu. Want als je dat aan de president toch aan mijn contact kan houden en toch aan mijn tekenting voorbel even. Dus uit respect dat hij met wat takita onder hoe actie dat pani voor is daar. 12 euro, nog wat deed nog maar. Dank u wel, mensen. Wat is er even? Weet ik van wat daar is, dat is een versje. Dat is een maandag grapje. Meneer Blanker, bent u tevreden? Eigenlijk moet je je schamen. Van tevreden is er geen sprake. U heeft zelf gemerkt wat er gebeurt. Ja? Ik ben niet trots op het resultaat. Omdat je de VP, de waarnemende president, niet voor dit soort grappenmakers, dit soort gekke dingen nodig moet hebben. Begrijpt u? Dat is het antwoord dat ik moet geven. Het lijkt me ondankbaar, ik apprecieer het. Maar ik heb een VP nodig voor belangrijkere dingen. Ja, als de minister van Financiën vanaf vorige week garanties geeft aan de minister van Onderwijs. En pas nu, laat het ophouden. Ik denk dat in het weekend, maandag, uiterlijk dinsdag, iedereen zijn geld moet hebben gehad. Ja. En als dat niet gebeurt? Vindt u dat niet voor, heb ik lach voldoende? Dank u wel, mensen. President, mag ik even een vraag stellen? Meneer Kruiswijk, we zien dat we wederom hebben een verhoging van de benzineprijzen. Hoe een reactie van hierop? Nee, ik heb geen commentaar. U weet dat ik geen interview afstaan. Mensen, wil je niet reageren op de verhoogde benzineprijzen? Nee, ik wil niet reageren. De minister van Financiën zal het doen. De minister van Financiën is daar niet om vragen. Tegen, ja.